Welkom in deze bijzondere kamer, de burgemeesterskamer. En ik zou u los van alle andere prachtige elementen graag de aandacht willen vragen voor twee zaken. Het eerste is deze foto die u hier ziet. Dit is een foto die gemaakt is ter gelegenheid van de opening van dit gebouw als gemeentekantoor, of eigenlijk als raadhuis moet ik zeggen. En op het bordes staan natuurlijk alle genodigden, uiteraard de commissaris van de koningin destijds, dat was toen de heer Van Rijkenvorsel, uiteraard de burgemeester, destijds de heer Loef, die later ook burgemeester in Den Bosch werd. Maar het aardige is dat bij het bestuderen van de overige aanwezigen, ik ook mijn eigen grootouders en mijn eigen overgrootouders zag staan. Dus dat maakt dat ik me natuurlijk bijzonder verbonden voel met dit pand. En dat verklaart ook waarom ik me hier ook zo senang voel in dit pand. Nou, los van deze foto wil ik ook de aandacht vragen voor dit prachtige schilderij. Kenners hebben het natuurlijk al lang herkend. Het is de slag bij Lekkerbeetjen. De slag in 1600 op de Vughtse Heide. U ziet op het schilderij op de achtergrond de Bossche kathedraal, de Sint-Jan. Maar waar het echt om gaat, het onderwerp van het schilderij, is zo'n 40 ruiters. Ik heb me laten vertellen, de laatste ruiterslag van Europa. 40 ruiters die met elkaar in gevecht gaan. Aan de ene kant onder leiding van Jan van Houwelingen, die ook wel de bijnaam Lekkerbeetjen had. En aan de andere kant generaal de Breauté, die namens de Fransen de zaak uitvocht. En dat verklaart natuurlijk ook waarom zowel in Vught als in Den Bosch heel veel straten en lanen vernoemd zijn naar Van Houwelingen, de Breauté en Lekkerbeetjen.